Laten we er nog één te gekke dag van maken met z'n allen. Zullen anders Maurice en de meesterprank vanavond? Wie doet het mee? Ik niet. Ik heb echt al genoeg gedaan met de meester. Wij wel. Yara? Ik ga douchen. Ik heb gewoon niet zo'n zin meer in de plannetjes van Naomi. Daar wordt altijd iemand de dupe van. Eerst Duke en nu de meester en Maurice. Wat ben je van plan? Weet ik nog niet precies. Gewoon iets grappigs. Dat ze nadoen of zo. We zijn hier maar voor drie dingen. Repeteren, repeteren en... Repeteren. Oké, let's go. Ga je ook zo mee douchen? Gaan jullie maar vast. Ik douche later wel. Ik heb de hele nacht niet geslapen. Ik kon alleen maar aan Elias denken. En dan zag ik hem weer wegrijden. Ik mis hem zo erg. Dit is groep 8 van de Regenboog in Zwolle. De klas gaat op musicalkamp om hun eindmusical in te studeren en krijgt daarbij hulp van professionals uit het musicalvak. Dit is de eindmusical. Als er iets fout gaat, Joey, altijd door blijven gaan, hè? Sorry. Nee, geeft helemaal niks. Iedereen maakt fouten. En het is eigenlijk alleen maar goed, want daar word je beter van. Ja. Waarom was Joey ineens zo zenuwachtig? Ik snap het niet. Hij is toch hartstikke goed? Sinds ik de hoofdrol heb, is echt alles anders. Alsof ik geen fouten meer mag maken. Dan ga ik ze juist maken. Ja, jongens en meiden, dat was hem dan. Ja. Onze laatste repetitie. Ons werk zit erop. Ik heb echt zo van jullie allemaal genoten. Ja, ik ook. Ik vond het één groot feest met jullie. Zijn jullie eigenlijk bij de uitvoering? Ja, helaas. Dat gaat waarschijnlijk met onze drukke agenda's niet lukken. Maar ik weet zeker dat jullie het ook zonder ons heel goed kunnen en dat het helemaal goed komt. Maar we hebben eerst vanavond nog. En vanavond gaan we met z'n allen een feestje bouwen op de Bonte Avond. Ja, ja, ja. En het zou heel leuk zijn als jullie allemaal iets verzinnen om te doen. Dat kan een optreden zijn, een verhaal of iets geks. Alles mag. Als het maar leuk is. Ja. Ja. Ik ben zo benieuwd wat jullie ons gaan laten zien vanavond. Succes met repeteren. En we zien jullie straks. Tot straks. Nou, als het leuk moet blijven, kan Duk maar beter eerder gaan slapen, hè? Yara heeft gelijk. Iedereen ziet me als een rotzak die alleen maar kan pesten. Duk heeft het verpest bij de hele klas. En niemand wil nog iets met hem samen doen voor de Bonte Avond. Maar wat als we gewoon samen zingen? Als een groepje. En welk liedje dan? Wat denk jij, Ivy? Waarom doen we geen love song? Ik mis Elias zo erg dat ik niet eens meer normaal kan reageren. En ik ben vooral bang dat hij mij niet eens meer mist. Ja, en dan kun je Seb toezingen dat je verliefd op hem bent. Ja, goed idee. Dat zou ik dus echt nooit doen. Als hij nee zegt, dan kan je nooit meer naar school. Dan heb ik nieuws voor je. De musical is het laatste moment dat we met de hele klas samen zijn. En daarna is het zwaai-zwaai en zie je Seb nooit meer terug. Is wel zo. Ik dacht dat jij zo vrolijk was. Sorry. Dus Olivia is verliefd op Seb en Seb is verliefd op Olivia. Maar dat durven ze allebei niet te zeggen. Ook de jongens zijn hard aan het repeteren voor de Bonte Avond. Ja, jongens, ik weet het niet hoor. Jij kan het beste zingen van de hele klas. Is toch leuk? Kom, ik doe het wel even voor. Doe jij hem aan? Ja. Want ik dans automatisch. Nee, stilstaan, dat bestaat niet. Vanavond voelt het magisch. Zo automatisch. Alles gaat vanzelf. Is toch leuk? Als we dat gewoon doen. Nee, Duke, je mag niet bij ons. Alsof ik dat wil. Wat sta je daar dan? Kijk, de oude Duke had nu iets bedacht om zowel Seb als Olivia gigantisch voor gek te zetten. Maar dit is de nieuwe Duke, de aardige Duke. Ik heb wat gehoord en ik denk dat jij dat wel wil weten. Dus daarom. Ik hoorde Olivia met Ivy en Charlie praten. Het ging over jou. Olivia vindt je leuk. Serieus? Hij neemt je in de zeik, joh. Ik vertelde echt de waarheid. Zo irritant dat ze me niet geloofden. Waarom zou ik dat doen? Ja, Duk.
Waarom zou je dat doen? Je neemt toch nooit iemand in de zeik? Nee, ik neem je echt niet in de maat. Wel heel toevallig, hè? Net op de avond dat iedereen wat leuks moet bedenken, bedenk jij weer dat het grappig is om mensen in de maling te nemen. Gast, echt. Neem jezelf in de zeik. Oké, dan doen we gewoon wat jij deed. Dan doe jij de eerste twee zinnen. Ik wilde wel meedoen, maar ook die nieuwe doek heeft zijn grenzen. Ik ben aardig, niet zielig. Kom maar, hier. Yes. Yes. Kan er gewoon weer bij, hoor. Hier. Alsjeblieft. Zeg maar. Ja. Yes. Als ik weer kan lopen, ga ik die rolstoel echt missen. Echt knap, hè, hoe ze zo positief blijft. Elias. Het was echt een verstandig idee om Elias niet meer te zien op kamp, zodat ik me echt kon focussen op de musical. Maar dat was toch lastiger dan ik dacht. Hij is in de buurt en... Nee, dat wil je toch niet meer? Gewoon heel eventjes. Hij komt langs op zijn scooter op weg naar huis. Ik snap het ook wel hoor, dat ze hem wil zien. Ik bedoel, als ik zou moeten kiezen tussen een rol in de musical of verkering met Seb, ja, dan zou ik ook voor Seb kiezen, denk ik. Misschien kan je dan nog wel uit het raam zwaaien. Als hij zo dichtbij is, wil ik hem even zien. Dat snappen jullie ook, toch? Nou, je moet het wel gewoon zelf weten natuurlijk, maar ik zou het niet doen. Wat zou je niet doen? Ivy vond het een grappig idee om alle dopjes van het zout los te draaien. En als mensen dan zout op hun eten zouden doen, dan zou alles eruit vliegen. Zelfs zonder van het eten. Misschien toch niet zo'n goed idee. Nee. Oké, ga ik weer. Tuurlijk hadden Charlie en Olivia gelijk, maar zo voelde het niet. Yes. Nou mensen, snel aan de slag maar weer dan, hè. Jullie hebben nog maar een paar uur tot aan de bonte avond. Yara en Naomi, volgens mij is het jullie beurt om af te ruimen. Nee, meester, echt. Ik doe het wel. Want? Wat is je plan? Niks. Ik help gewoon. Nou, succes ermee. Eerst even die rotzooi opruimen. Niemand praat meer met me. Dat is echt nogal waardeloos. De enige die nog een beetje normaal deed was Yara. Maar die is dus ook al kwaad op me. Zie je nou? Probeer ik aardig te zijn, praat je nog niet tegen me. Wat wil je dat ik zeg? Ik wil dat je weer normaal tegen me doet. En jij niet alleen. Iedereen. Het gaat denk ik niet om wat jij wil. Als mensen geloven dat je echt aardig bent, dan gaan ze vanzelf weer aardig doen. Maar niemand gelooft dat, omdat je alleen maar aan jezelf denkt. Ik doe nu toch ook corvée? Alleen omdat je met mij wil praten. Ik had nooit gedacht dat aardig zijn zo moeilijk is. Hey, zullen we anders dit partial de eerste vertellen doen? Lijkt ja. Me alleen. Ik kan via Find My Friend precies zien waar Elias is. En dat ze zo heel erg dichtbij. Ik moet gaan. Sorry. Oké. Okay. Oké. Okay. Stiekem ben ik met je bezig. Heb je gemist? Jou ook. Ivy, jij liegt ook echt alles bij elkaar, hè? Nee, meester, we namen alleen maar afscheid. Ik kwam langs rijden naar huis. Ach, houd toch op. Ik hoef die smoesjes niet meer te horen. Doorrijden, nu. Schiet op, ga. Naar binnen. Ik ga je ouders bellen. Helemaal klaar mee. De meester zei dat hij mijn ouders ging bellen. Ik wil echt niet zeggen, I told you so, maar I told her so. Wens me geluk. Nou, ik heb je ouders gesproken. En die waren erg verbaasd om te horen over je vriendje. Waarom heeft u dat ook verteld? Wil je even luisteren, alsjeblieft? Je mag je spullen gaan pakken. Je vader komt je zo meteen ophalen. Wat? Ja, wij hadden een afspraak, Ivy. En jij hebt je niet aan die afspraak gehouden, dus ga nu niet ineens verbaasd doen. Maar vanavond is de bonte avond en Charlie, Olivia en ik hebben iets geoefend. Zeg tegen hem dat hij me niet weg kan sturen, dat we onze act moeten doen. Dit gesprek is voorbij, Ivy. En jullie zullen iets anders moeten verzinnen om de act zonder Ivy te doen.
En op school ga ik bedenken wat dit betekent voor je rol in een musical. Ivy baalt. Ze moet het musicalkamp meteen verlaten. In de tussentijd gaan de repetities voor de Bonte Avond gewoon door. Alleen Joey is er met zijn hoofd niet helemaal bij. Vanavond voelt het magisch. Zo automatisch. Hey, maar die moet met je linkerhand, hè? Hey, hoe gaat het? Ik ben een beetje misselijk. Ik ga even naar de play. Ja. Zullen wij dan nog even doorrepeteren? Ja, oké. Hey Joey, gaat het wel goed met jou? Je bent spierwit. Ik voelde me eerst niet zo lekker. Maar het gaat nu wel weer, meneer. Ik was gewoon bang om op te treden. Maar ik wilde niet dat Maurice dacht dat hij de verkeerde keuze had gemaakt om mij de hoofdrol in een musical te geven. Showtime, run it up. Nobody wanna say goodbye. We just wanna stay up. That's right. Don't gotta say goodnight. If you never wake up. Knap hoor. Nee, Joey, jij bent toch aan de beurt? Jawel, maar Duke mag wel eerst. Maar met wie zit jij in een groepje dan? Met mezelf. Oh, nou, okay. Supergoed gedaan, meiden. En dan is het nu de beurt aan Duke. Ga je gang, Duke. Niemand van jullie wilde met mij in een groepje. Daarom sta ik hier nu alleen. En dat is eigenlijk ook niet zo gek, want als ik jullie was geweest, dan zou ik ook geen zin hebben in mij. Ik zal jullie een geheim vertellen. Ik ben gewoon een loser. Maar echt, als ik hoor dat iemand arm is, dan bedenk ik gelijk een manier om diegene te pesten. En als ik zie dat een meisje één keer leuk naar me lacht, dan denk ik gelijk dat ze smoor verliefd op me is. Want jullie moeten mij wel fantastisch vinden. Waarom? Omdat ik fantastisch ben. Ik heb in Singapore gewoond. Ik weet niet hoeveel bediendes gehad. Ik ben gewoon heel cool. En ik heb mezelf de afgelopen tijd heel veel aangepraat dat jullie de losers zijn en dat jullie niet zien hoe cool ik eigenlijk ben. Maar ik ben erachter gekomen dat ik de loser ben. Wat best jammer is. Ik wil jullie vragen of jullie me willen helpen met weer wat normaler te worden. En of jullie me een tweede kans willen geven. Dat zou echt tof zijn. Een loser die niet eens voor zijn eigen klasgenoten durft op te treden. Keelpijn. Word je ziek of zo? Dat is ook al misselijk. Zoiets. Kan jij niet voor me zingen? Nou, denk het niet. Jij bent veel beter. Ik bedoel, niet alleen vanavond, maar ook tijdens de musical. Doe normaal. Waarom wil je de hoofdrol niet? Ik durf niet. En ik heb ook geen keelpijn. En je bent ook niet misselijk? Jawel, maar niet omdat ik ziek ben, maar vanwege de zenuwen. Ik ben bang, man. Bang? Maar je bent hartstikke goed. Waarom vraag jij Olivia geen verkering? Dat is precies hetzelfde. Dat is echt wel wat anders. Echt niet? Oké, dan doen we het zo. Jij gaat gewoon zingen. Nu en straks tijdens de musical. En dan vraag ik Olivia verkering. Dat is toch precies hetzelfde, zei jij? Deal? Deal. Kom. Want ik dans automatisch. Nee, stilstaan, dat bestaat niet. Vanavond voelt het magisch. Zo automatisch. Ik dans automatisch. Ja, dank je.
aan het tikken met je linkervoet. Niet schrik hoor. Ik wilde even zeggen dat ik je dankbaar ben. Zonder jou had iedereen me nog steeds een sukkel gevonden. Of jij moet me ook nog een sukkel vinden. Denk je dat? Nou ja, het kan toch? Ik vind je geen sukkel. Wat vind je me dan? Ik vind je leuk. Volgende keer in de Eindmusical. Je hebt natuurlijk vorige week echt allemaal dingen gedaan die niet door de beugel kunnen. Dat weet je, hè? Oké. Ik heb ook tegen je gezegd dat ik nog met de directie zou overleggen hoe we verder gaan. En... Nou, kijk. Het zit zo. Ik vind je wel leuk, eigenlijk. Dus hij vindt me wel leuk, eigenlijk. Wil je verkering met mij? Kom mee, haar. We moeten gaan. Anders zou je te laat vertellen. Nou, het is zover. Het moment waar jullie keihard voor gewerkt hebben. Ik weet zeker dat het superleuk gaat worden. Zijn jullie er klaar voor? Hebben jullie nog vragen? Zijn de dingen niet duidelijk? Joey. Ik ben mijn tekst kwijt.